Lucilla die slaapt even en Leon is lief aan het spelen. Dus ik denk, ik heb heel even een paar minuutjes tijd om jullie te vragen. Of in ieder geval jullie uit te nodigen. Hey, hallo. Hier even een heel kort spontaan videootje. Leuk dat je weer kijkt naar Slank en Fit TV. In deze video wil ik je eigenlijk uitnodigen. Ik denk uitnodigen, waarvoor? Want ik wil namelijk jullie live coaching, persoonlijke coaching gaan geven. En omdat ik jullie zo dankbaar ben voor de leuke interactie die ik met jullie heb en de vele leuke berichten die ik van jullie krijg van Farah. Het is me gelukt om wat kilo's af te vallen. Maar ik merk ook dat er heel veel behoefte is aan echt een persoonlijk advies op maat, zeg maar. En die wil ik jullie ontzettend graag geven. Alleen onder video's en zo is dat toch altijd wat lastiger, omdat het gewoon niet direct is. En nu hebben ze dus een heel leuke nieuwe tool, een nieuwe app, en dat is Periscope. En in bepaalde vlogs hebben jullie me er al regelmatig over horen praten, voor degene die de vlogs bekijken. Periscope is eigenlijk een app waarin je live een uitzending kan doen. Dus ik kan op dat moment mijn telefoon aanzetten en dan ben ik live. En dan kunnen jullie mij live zien en ik kan live met jullie communiceren, want jullie kunnen live met mij chatten. Dus heb je nou zoiets, Farah, ik vind het heel erg gaaf en leuk om echt wat meer persoonlijk contact te hebben. Om mijn vragen bij terecht te kunnen. Om ook elkaar te inspireren en meer interactief te zijn met elkaar. Dan heb ik supergoed nieuws voor jou. Ik wil je namelijk laten weten dat je er niet alleen voor staat. En jullie zien niet mijn inbox, maar we zijn echt met heel veel. En dat vind ik zo leuk en ik wil die krachten met elkaar bundelen. Dat niet alleen ik al jullie reacties en verhalen zie, maar dat we die echt met elkaar kunnen delen. En daarom heb ik bedacht van, dat kwam spontaan vandaag in me op, want ik heb vanochtend een Periscope gedaan. Een spontane ontbijtgesprekje Periscope. En toen dacht ik van, weet je wat ik ga doen? Ik ga iedere woensdagochtend een live Periscope uitzending doen, waarin jullie live met elkaar kunnen communiceren en ook met mij kunnen communiceren. En ik zal iedere woensdag ook echt een onderwerp hebben waar we het over kunnen hebben. En dat zijn dingen in het normale leven, in jouw gezonde leefstijl, waar je wellicht tegenaan loopt, waar wellicht ik zelf tegenaan ben gelopen en waar ik jullie een advies wil geven, hoe ik daar ergens mee ben omgegaan. En waarin jullie ook je vragen met je vragen terecht kunnen. Dus er zal ook echt een live vragenronde zijn waar je je vragen in de chat kan stellen. En die zal ik dan live met je beantwoorden. Waardoor we echt meer een community met elkaar krijgen. Meer een band met elkaar krijgen. En dat je ook echt een stuk motivatie en inspiratie krijgt. Ik weet dat jullie dat sowieso wel krijgen door de video's. Maar nog meer, zeg maar. Dat je nog meer betrokken bent in het leven van jouw gezonde leefstijl. Waardoor je lekkerder in je vel gaat zitten, positiever in je vel gaat zitten, waardoor je meer energie krijgt, meer kracht krijgt, meer geluk ervaart, meer vertrouwen krijgt in jezelf, in de dingen die je graag wilt doen. En dat je eigenlijk uit een soort spiraal komt waar je wellicht misschien een beetje in vast zit of ja, niet echt goed weet hoe of wat te doen. Dat je ook echt daarmee naar buiten kan, zeg maar. En dat je daarmee je vragen bij mij terecht kan, bij ons allemaal terecht kunnen. Dus ik vind het ook echt heel erg gaaf als jullie met mij mee gaan doen. Dus iedere woensdagochtend online komen en ook echt elkaars vragen wellicht kunnen beantwoorden. En dat we zo een hele hechte, leuke community kunnen vormen. En ook echt live met elkaar kunnen zijn. Want dat vind ik nog wel het hele erg gave. Want nu praat ik natuurlijk gewoon zo tegen de camera. En ik kan zo mijn video bewerken, knippen en plakken. Maar Periscope is dus gewoon live. Dat is op het moment dat ik film, is het echt. En ik kan niet knippen, plakken. Alles wat er gebeurt, zien jullie het allemaal. En dat vind ik gewoon heel erg gaaf. Nou, ik heb hier een lijst gemaakt van wat ik allemaal wilde zeggen. Ik kijk even of ik alles heb gehad. Wat kan je verwachten van de uitzending? Nou, inderdaad, wat ik net zei. Herkenbare situaties in jouw gezonde leefstijl waar je tegenaan loopt. Dat kunnen we met elkaar bespreken. Elkaar adviezen en tips geven. Ook mijn ervaringen met jullie delen. En een positieve mindset, ook heel erg belangrijk. Hoe ga jij om met jouw positieve mindset? Hoe kan je ervoor zorgen dat jij je focus houdt op je doel? Dat je niet iedere keer weer van je pad af wordt gehaald. Dat je niet meer iedere keer naar beneden wordt gehaald. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat je jezelf opbouwt? En hoe kan je ervoor zorgen dat je de mensen om je heen opbouwt? Dus ook een stukje mindset vind ik heel erg belangrijk. Het in een gezonde leefstijl is niet alleen voeding en beweging belangrijk. Maar het is essentieel belangrijk om te weten hoe jij met je mindset moet omgaan. En daarin wil ik je ook veel meer leren in de Periscope. Want dat is wel een van mijn grote passies, zeg maar, in een gezonde leefstijl. Is jou te leren hoe je positiever in je leven kan staan. Hoe je positiever kan gaan denken. En anders kan kijken naar jouw leven, zeg maar. Waardoor dus
eigenlijk jezelf in een upwaart gaat en niet iedere keer weer naar beneden wordt gehaald of ja, gedemotiveerd, waardoor je in zo'n cirkeltje blijft en eigenlijk niet verder komt. Dus daarin wil ik jou heel erg inspireren. En het eind is ook een gelegenheid voor een vragenronde, wat ik net al zei. Kan je je vragen stellen. Dus ik wil je ook vragen, bereid je iedere woensdag ook voor. Als je bijvoorbeeld door de week heen een situatie hebt gehad wat je dacht, hé, Jackie, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan of ik loop je tegenaan. Schrijf het even ergens op een papiertje of een briefje of zet het even in je telefoon. Dat je zoiets hebt, oké, woensdagochtend kan ik dat even vragen in de chat bij Periscope. Kijk of wij jou daarin kunnen helpen. Dus bereid je er zelf ook een beetje op voor. Ben je nog niet Facebook vriendjes met mij? Doe dat dan eventjes. Nodig jezelf dan even uit. Of ga maar even naar Farah Benninga. En dan even op friend request. Dus vriend uitnodiging. Dan zal ik je accepteren. Want ik vind het heel erg leuk om ook elkaar te volgen, zeg maar. Ik vind het ook leuk om jullie te leren kennen. En ook Instagram. Instagram plaats ik vrij regelmatig leuke foto's van receptjes, wat ik heb gegeten. Maar ook natuurlijk de kindjes en andere leuke plaatjes en andere motiverende dingetjes. En daarin wil ik ook een stukje motivatie zijn in je dagelijks leven. Ja, maar nu zul je denken, Farah, Periscope, voor degene die zoiets hebben van waar heb je het over? Ik heb er nog nooit van gehoord. Hoe installeer ik dat? Dat kost zeker heel veel tijd, heel veel moeite. Ik weet niet of dat wat voor mij is. Host op, wil ik je zeggen. Denk dat niet, want dat dacht ik dus eerst ook. Ik dacht, oh, Periscope, een app. Dat is echt helemaal niks. Ja, dat is mijn telefoon. Dat is echt helemaal niks voor mij. Maar ik wil je echt aanraden. Dit is super simpel. Alsof je WhatsApp installeert, zeg maar. Wat je doet, is je gaat naar de App Store. En dan toets je in Periscope. Ik zal hier even onder in beeld zetten hoe je dat schrijft. En dan download je die app. En ik zit op mijn iPhone, die heel traag is op het moment. Ik moet ook een nieuwe iPhone eigenlijk. En dan installeer je de app. Dan kan je je koppelen met je Twitter-account. Dus je moet wel een Twitter-account hebben, maar volgens mij hebben de meesten dat wel. En anders maak je die heel eventjes snel aan, dat is ook zo gedaan. Dan koppel je die met je Twitter en dan ben je eigenlijk al meteen ingelogd in jouw Periscope. En het fotootje van je Twitter zit er ook bij. En wat je dan doet, is in de zoekbalk opzoeken naar Farah Benninga. Nou, en dan zie je eigenlijk vrij snel wel mij. En dan kun je mij volgen. Op het moment dat ik dan een uitzending doe, dan krijg jij een berichtje op je telefoon. Hey, Farah komt nu live. En dan kan je je Periscope app openen. En dan zie je mij live. En dan kan je met mij chatten. Dan kan je hartjes op het beeldscherm klikken. Dat je hartjes geeft. Of, nou ja, voor degene die denken, waar heb je het nu weer over? Dat is in de Periscope app. Dat is gewoon superleuk. Dus als je hier gebruik van wilt gaan maken, wat echt wel aan te raden is, aangezien ik echt het gevoel heb dat dit echt iets heel upcoming nieuw is, zeg maar. Dus eerst was iedereen op WhatsApp, straks is iedereen op Periscope. En ik wil je echt adviseren, even naar de App Store, Periscope installeren, super simpel. Je logt in met je Twitter-account, zoek mij even op een Periscope in de zoekbalk. En zodra ik live ben, krijg jij een berichtje op jouw iPhone dat ik live ben. En kan je meteen met mij zien, communiceren en alles. En heel erg leuk, ook voor je motivatie, gezonde leefstijl en de band met elkaar. En ja, ik praat alweer te veel. Dus ga dat heel even doen. En dan hoop ik je heel erg snel woensdag te zien. Om 11 uur in de Periscope uitzending live. Ik zal daar ook een bericht op Twitter, op Instagram en op Facebook van zetten. Als het bijna zover is. En ik hoop je heel snel live te gaan zien. Dankjewel dat je even de aandacht had voor mijn verhaal. Geniet van deze hele mooie dag. Want ik zie dat de zon doorbreekt. Kijk. Dankjewel dat je kijkt naar deze video en ik zie jou heel graag live op Periscope. Doeg!